Goedemorgen. Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie er weer zijn bij deze nieuwe video. Sandy moet weer naar school, ik ga eventjes een ontbijtje maken en ik ga even een lekkere smoothie in elkaar maken waar ik lekker de hele dag mee kan doen. Kom. Ik ben de vloggende rapper. Ik ben een rappende vlogger. Oh, yeah. Remember, you always think twice. Don't think twice. Ja! Dames en heren, we hebben een doos. Ho, ho. Wat zit hierin? Kijk, ik heb een nieuwe mat. Deze is wat groter en was goedkoper. Een hennepmat. Hoi! Met wilde appel. En ik heb nog een hooi met ringelbloemen. Nou heb ik even een paar kleine zakjes applaus besteld. Zodat ik even wat verschillende smaken kan proberen. Hier zitten geen granen in. En even een zakje hennep. Ik heb me even gauw omgeleerd. Het is echt een hele lekkere trui. Die heb ik echt al heel erg lang. En zeg maar, als het heel erg koud is kun je er nog wat extra onder doen met lange mouwen. Of je kunt er wat overheen doen. Je kunt er een legging onder doen, een gewone broek onder doen. Het is echt die trui die gebruik ik al zo lang. Het is wel een beetje jammer dat hij van die balletjes zeg maar krijgt. Kijk, dat is een beetje jammer. Ik heb hem al een aantal jaar. En ik doe zo mijn winterjas eroverheen. Die is ook lang. En dan heb ik het lekker warm, want het is heel koud. Ik ga nu eventjes naar het winkelcentrum toe. De winkel die gaat bijna dicht. Dus ik heb nog 3 kwartier ongeveer om in de dierenwinkel te komen. Dus ik moet even naar het centrum. Daarna ga ik even door naar de Albert Heijn. De boodschapjes voor het weekend, zeg maar. Gauw aankleden. Dit is mijn winterjas. Die heb ik al een aantal jaar. Dus zeg maar grijs. Grijze stof. Houtje touwtje. Capuchon aan de achterkant. Rugzak mee, daar heb ik nog een paar extra tassen in zitten en dan ga ik even gauw voor het winkel sluit. Later! Nou, ik heb dus even een paar boodschapjes gedaan en wij hebben eventjes een speldbolletje. Zo'n speldbolletje gegeten met vegetarische ham. Ik vind hem echt heel lekker. Stan vond hem ook lekker. Deze ga ik proberen. Ik denk dat dit dan een soort salami moet voorstellen, denk ik. Ze hebben ook van VegaFit kipnuggets. Maar we kunnen nog geen goede kipnuggets vinden voor Stan. Ja schat, ik ben hier. Unox heeft vegetarische gehaktballetjes in samenwerking met de vegetarische slager in satésaus. Kijk, niet de vegetarische slager in satésaus, de gehaktballetjes. Gehaktschijf van VegaFit. Ik heb wat groentes meegebracht. Dat is groentepasta met deze saus. Gewoon voor mezelf. Lekkere paddenstoelen, portobello's, kiwis voor de smoothies. Ik heb deze om te roerbakken, lekker voor de makkelijk. Dit zijn veggie snoepjes. Ja, dat was het eigenlijk. En ik moest even een fles hebben, want die flessen die ik bij die KVK-kooi heb gekregen, die waren echt waardeloos. Dus ik heb eventjes een nieuwe fles meegenomen. Nou, dit moet je gewoon een keer geprobeerd hebben. Het zijn vegetarische gehaktballetjes van Unox met lekkere rijst, mango en banaan. Dit is echt heerlijk. Eet smakelijk. Ja, een hele goede morgen allemaal. En we gaan weer gezellig verder. God, ik ga al richting de 450 abonnees. Misschien als die video online is, dan is het misschien wel zover. Mijn streven is om de 500 te halen voor 1 januari. Nou, zo doorgaat, hè. Dank jullie wel allemaal. Super top. Ik ga even bij Gedda op visite. Je weet wel, die vrouw met die 2 chihuahuaatjes. Daar ga ik eventjes naartoe. Even koffie drinken. Ben ik al even een tijdje niet geweest. Ik ga. Ik zie jullie straks weer. Zoei! Zoei! Ja! Oh! Lekker in de nagels! Ja! Zoei! Don't hold me back, I'm calling. Don't hold me back, I'm calling. Yes, y'all, it's your girl Coralie. I'ma keep it running cause the winter long quit on themselves. Freedom, freedom, I can't lose cause I need freedom too. Dit zijn dan van die effectjes, die zitten er dan ook in de telefoon.